Hey, jullie je gaan even aftellen. Is dat zo mooi? Ja. 1, 2. Good life! Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life! Zo, hele goedemiddag allemaal. Hi. Vandaag als allereerst wil ik jullie even voorstellen. En Jalicia, jullie kennen Jalicia natuurlijk denk ik al van de vroegere filmpjes. Jalicia is mijn jongste zusje, eigenlijk ook al mijn kindje zeg ik altijd, want ja, ze is bijna bij me opgegroeid. Maar Jalicia wilde zijn navelpiercing. Dus dat heb ik gezegd, ja, die krijg je van mij, maar dan ga je wel eens eindelijk een keer op beeld. Nou, met veel tegenstribbelen. Hè Jalicia? Mm. Gaan we nou Jalicia verder, hè? Als ze dus die navelpiercing krijgt. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat gaat komen. Maar ben je al zenuwachtig? Nee. Nee? Ben je niet zenuwachtig? Nee. Klein beetje maar, hè? Nee. Nou, we hebben dan ons kleine meisje meegenomen achterin, zoals jullie zien. Toe zwaaien. Hoi. Dus nou ja, het wordt nog spannend. Dus we zijn nu onderweg naar de shop waar ze dus een navelpiercing zetten. En dan nemen jullie mee. Maar ik hou van je. Ik zou jullie in een box apart zetten. Dat doen wij voor mij een... Ik sta helemaal recht, ik zou mijn handen langs zien liggen. Dankjewel. Hier van een briljante senior family guy. Kun je een stapje achterhoor doen? Die zit er aan de koude kant. En die probeert alle historische feitjes die in dit nummer zitten, probeert hij hier op te lopen. Maar hij komt... Die is ontspannen, hè, Chet? Nee, ik zie er eindelijk. Jalicia is een beetje zenuwachtig. Het is niet nodig, hè, Jalicia? Jalicia kan dat eigenlijk ook, hè? Ik denk dat het met het zender in de wereld. Stefan's dad, Stefan's dad, people, someone's name, history in sports. Speakers asking someone's name, Stefan's dad, history, someone's name, something I don't know. Famous guy, movie star, don't know who these people are. Stefan's history, yell at me. There's a fire coming. Dat is toch dat je bereid wordt, zo'n sfeer gemaakt? Ja. Is één busje genoeg voor zo'n werken? Ja, ja, zeker. Ja. Dankjewel. Streng. Ja? Ik wil ook oorbellen. Ja, dat kan. Ja, nou dan zullen we zo meteen kijken of dat kan. Goed? Je gaat maar hier even de tante Jalicia chillen, hè? Oké, goed over regen hoor. Die spijker is geschijnt. De zon gaat de sunshine van Bob Marley. Want bij regen komt altijd zonneschijn, zegt Anneke. Ga weer samen wonen, Anneke, want ik hoor het al. Jouw positieve tone of voice. Grappig. Oh. Dat is een kleine. Yo. Mooi. Kijk eens, Jalicia. Even dat. Lange streepje, hè. Jalicia, kom maar bij mama kijken. Kom. Nee, kan je toch kijken?
Nu kan het. Kijk. Zonder tuin heeft Jelisa dat gedaan. Grote meter. Alsjeblieft. Nou, Jelisa. Mooi. Ja. Mooi. Is het een beetje tegengevallen, meid? Nee. Nee? Nee, nee, veel achter. De complimentjes. Oh, weet je toch? Maar nu... Nu wil Jelisa nog een paar oorbellen, of niet? Meer ja? Ja, hè? Zullen we je dan stiekem maar een paar oorbellen nog erbij doen zonder dat papa het lekker ziet? Ja? Oké, nou. Spannend. Wat wil jij hebben, die weersbeestjes, of niet? En niet aan zonen. Echt waar? Vele keer kan je wel gaan zwemmen, maar oké. Nou, dan gaan we die meneer dat zo meteen even vragen. Ja. Jelisa zijn oren schoonmaken. Vind je het leuk? Zeg, kan je nou kijken? Ga ik puntjes zetten. Stel die even zetten. Hè? Wat zie je, Jelisa? Nog eens alleen. Jelisa, wat zie je? Ja, gewoon even dekken. Vind je het leuk? Dat zijn de eerste stipjes, hè? Ja. Die is goed. Ik hou deze rand al aan, deze. De afstand die hier zit, zit ook daar ook aan. Dus dan zit je precies daar. Ja. En die kan ook gedaan. Nou, laat maar eens even mama kijken. Kijk eens naar mama. Kijk eens naar de spiegel. Of, ja, de camera. Geef mij die maar. Kijk eens hierin. Hier, koek, koek. Ja, wil je nog? Oké, nou. Kijk jij ook nog een beetje. Hé, hey, Jelisa, ga even aftellen. Zet ze nooit. Ja. 1, 2. Oeh, zet de beestjes op die oren. Heb je ze al erin? Jazeker. Hé, hey, ging dat zo snel? Hoe voelt dat? Dit is geen pijn, schat. Klein beetje volgens mij, of niet? Met de handjes eraan, hè? Gaan we eens in de spiegel. Wauw, hé. Hey. Alsjeblieft. Wat ben jij groot geweest? Trots op jezelf. Mama is heel trots op jou, maar je zegt geen twee woorden meer nou, hè? Nee. Nou. Goed zo, Jad. Goed zo. Zo, lief zusje. Hoe is het gegaan? Hoe is het gegaan? Goed. Hey, maar mama is natuurlijk wel heel trots op Jelisa. Want Jelisa heeft nou het tweede gaatje. Mama heeft nog altijd maar één gaatje. Ja. Ben je ook trots op jezelf? Ja. Ja. Kijk. Kijk, mooi. En lieve heers, draai maar. En lieve heersbeestje heeft ze nou, wat mooi hè. En ik ben zo trots op ons prinsesje. Ja, ja. En trots op tante Jelisa. Ja, waarom? Jelisa heeft een navelpiercing nou. Dat is niet gehuild. Heeft ook niet gehuild. Nee. Nou, gaan we papa laten kijken. Ja. Ja. Papa. Ja. Kom maar even kijken. Wat is er? Ja, ik heb een kleine verrassing voor je. Voor mij een verrassing? Iets wat je niet leuk gaat vinden. Niet leuk? Nee. Moet ogen dicht. Ogen dicht, ogen dicht. Ogen dicht. Jelisa, oren dicht. Kom maar, papa. Kom maar hier, papa. Ik wil zeggen ogen dicht, papa. Ogen dicht, papa. Ja, ik heb mijn ogen dicht. Ga maar eens kijken, papa, bij Jelisa. Papa! Ja, niet zo schreeuwen. Wat is er? Schrikker. Ze had pijn in de oren, kijk eens even. Wat heb je dan? Ik zie niks. Oh, bang. Waar? Nee, en daar, boven. Heb jij oorbellen erbij? Nieuwe. Nieuwe? Ja. En deed dat geen pijn? Geen beetje, nee. Nee, helemaal niet. Je hebt helemaal niet gehuild dit keer. Nee, en niet. En kijk eens bij Lisa en de nagels. Maar waarom zou ik het niet leuk vinden dan? Nou, jij was toen erop tegen dat ze oorbellen wou. Ja, toen was ze 1 of 2. Ja, maar ze heeft nog niet één keer gezegd. Nee. Ze hebben ze met 2 oren tegelijkertijd, hebben ze ze erin gedaan, hè? Mm-hmm. Ja. Nu vind ik het anders, nu papa, is ze 5 jaar. Papa, een heel beetje om, in een heel beetje oorbellen mag je niet aanraken. Nee, mag je niet aanraken. Handje in de mond. Zij zag ik aan de winnen. Had je heel pijn? Ja, die is voor de bacteriën, schat. Maar jullie zijn even navelpiercing. Zullen we het even laten kijken? Als verrassing. Voor de kinderen en voor Ruben om te laten zien. Kijk, Jason en Jaden.
Hoe vinden jullie die? Leuk. Mooi, hè? Dan kan je aan trekken, jongens. Ja. Nee, mag niet. Het is pijn. Ja, dat is leuk. Vind jij het leuk dat je kan je aantrekken? Ja, ik... Hallo. Anders zijn ze toch niet zo klappen. Zo. Ja. En waar is jouw piercing dan? Ik. Tussen je benen? Nee. Ja. Goeie. Ja, goeie, zegt ze. Maar, is goed. Ga ik die benauwd zetten bij je? Ja, bij mij. Ja. Deal. Deal. Tippel piercing, nog mooier. Ja. Geetje. Ik heb wel een nagel voor piercing. Ik heb een wenkbrauw piercing gehad, maar die is net uitgegroeid. Dus ja. Maar ja, jullie zei ja, was een beetje bang. Ze wou toch zo graag een nagel piercing. Dus ja. Ik ga het toch maar doen, hè. Maar ze hebben het echt wel goed gedaan, moet ik zeggen. Zo, het ritje zit er dan weer op. Nou, we hebben papa laten kijken. Nou ja, vooral vinden jullie dit een leuke video? Delen, like hem dan vooral. En zijn jullie nog niet geabonneerd, dan zou ik zeggen, doe dat dan even nu. En vergeet niet op het belletje te knikken, want ja, als je daarop geklikt hebt, dan weet je dat je van ons een melding krijgt dat er de video's online komen. En dan zou ik zeggen, doei, tot ziens en tot de volgende keer. Ciao!